De leerlingen zijn het allermooiste aan mijn vak. Om te zien hoe ze binnenkomen, hoe ze zien hoe ze groeien, hoe ze de stappen maken en hoe ze uiteindelijk weer verlaten als wereldburgers, de school weer uitgaan. Dat is het allermooiste. En dat je daar een bijdrage aan kan leveren, dat kinderen met plezier naar school gaan, dat is geweldig. Sparren met collega's is heel waardevol. Ik heb dat snel geleerd in mijn eerste baan op de universiteit. Daar moesten we samen een programma bedenken voor de student voor onderwijskunde. En dan merk je gewoon dat je met elkaar veel meer bedenkt dan dat je dat alleen zou doen. Dus daarmee merk je al heel snel dat het gewoon wat oplevert. Door kritisch naar elkaar te zijn, te reflecteren, ook de vragen bij elkaar te kijken en daar weer feedback op te vragen. Dat heel veel groei brengt, meer dan dat je in je eentje hebt. Ik maak ook deel uit van een rectorenoverleg en dat betekent dat we met 8 rectoren overleggen wat er allemaal voor ontwikkelingen zijn binnen het onderwijs, maar ook zeker daarin natuurlijk kritisch naar elkaar zijn en elkaar ook helpen om de volgende stap te maken in de onderwijsontwikkeling. Dus ook op dat niveau is het belangrijk dat je in ieder geval zorgt voor voldoende spiegels en dat je dus voldoende reflectie ook hebt, maar ook voldoende feedback krijgt om de volgende stap te kunnen maken voor jezelf, maar ook voor de organisaties waar je leiding aan geeft. Als ledenadviseur heb ik een rol om met andere scholen in gesprek te gaan. En dat betekent dat scholen contact met mij kunnen opnemen en scholen kunnen aangeven waarover zij dan in gesprek willen gaan. En dat gaat over het algemeen over een dilemma waar ze mee zitten en waar ze de behoefte hebben dat er iemand van buiten meekijkt, meedenkt en meedenkt over de volgende stappen die genomen kunnen worden binnen de organisatie. Wat ik erg leuk vind zijn de HRM-onderwerpen. Dus hoe ga je om met personeelsbeleid? Wat voor zaken loop je tegenaan? Hoe kan je het personeel een stap verder helpen? Want als je het personeel en de docenten professionaliseert, dan grijp je direct in op de onderwijskwaliteit.